Het is een goed gevoel om toch weer de kans te krijgen om toch een bel te pakken. Want na die laatste uitslag, weet je wat moet ik ervan zeggen? Ja, vechten moet vechten. Als hij vechten niet vecht, dan is hij werkeloos toch? En als je dan zo'n kans krijgt, dan moet je hem gewoon pakken. Gewoon hup, je trainingskleding aantrekken en gewoon aanpakken dat zootje. En dat is gewoon tof, weet je. Het is ook gewoon om die bel zelf te hebben. Zodat ik nog steeds de jongste kampioen kan worden. En dat is nog steeds het doel eigenlijk. Alleen het pad aan de toe is nu wel heel anders. Als je ziet dat bijvoorbeeld die Fakitov eigenlijk gezegd werd als de beste pound for pound in glory op het moment. Nou, dan waren ze partijen Fakitov tegen Rico Verhoeven. Dat gingen ze zo roepen dat die Rico het dan heel moeilijk zou krijgen. En dan komen we aan natuurlijk. Eigenlijk met het jonge jochie die nog een beetje nat achter de oren is. Hij heeft net zijn luidje uitgedaan. En dan zet hij zo'n partij in waar hij eigenlijk in gewonnen heeft. Ja, dan doet hij iedereen verbazen. En niemand had het ooit van tevoren verwacht, behalve wij natuurlijk. Want anders gaan we niet naar zo'n wedstrijd toe. Ja, dus ja, dat moet hem natuurlijk een enorme boost gegeven hebben. Ik ben niet zoals die mannen van 85 kilo. Ik ben niet eens zoals die mannen van 95 kilo. Ook al was ik 85 kilo geweest, had ik hem nog steeds aangepakt. En nou moeten we eigenlijk gewoon laten zien, of hij moet eigenlijk laten zien, dat hij zijn vaste plaats in die top, ja, moet hij eigenlijk gaan claimen en dat hij er gewoon bij hoort. En dat ze niet altijd hebben over Pereira en Fakitov, maar ook eens een keer over Abena. Sowieso pak slaag geven en meer dan dat eigenlijk. Gewoon knock-out slaan eigenlijk. Het liefst zo snel mogelijk, dat ik zo min mogelijk hoef te vechten. Maar ik kan vijf rondes gaan, maar het liefst zo kort mogelijk natuurlijk. Dan heb ik ook minder schade. Dan kan ik eerder feest vieren. Waar we een pijn kunnen doen, waarschijnlijk overal wat hier. Ik denk, ja, als je hem zondag ziet, dan zou je zeggen, nou, oké, ja. Alsof je onder de tram vandaan komt natuurlijk, zo simpel is het, weet je. We gaan er gewoon voor. En we moeten gewoon die oude Amsterdamse bluff eruit gooien. Dikke nek, bos vooruit, man in de lucht en aanvallen. Ja, zo simpel is het. En naar de hand, dan moeten we niet bij ons eigenlijk denken, hadden we maar dit, hadden we dat. Nee, we moeten gewoon alles geven. En hopelijk aan het einde winnen. En zo niet, dan heb je in ieder geval er alles aan gedaan. Ja, hij gaat mee naar huis. Hij gaat mee naar Nederland, mee naar Suriname. En dan gaan we gewoon feest vieren.